De Vereniging van Economisten in Suriname, de VES, hield gisteren in het auditorium van Self Reliance een lezing over het islamitisch bankieren. De Trustbank, de kleinste bank van Suriname, wordt binnenkort overgenomen door de Islamic Development Bank. Reden genoeg om middels de lezing een discussie aan te wakkeren over wat de voordelen en nadelen zijn van het islamitisch bankieren. Islamitisch bankieren betekent zaken doen volgens de regels van de Koran. Er wordt geen rente gevraagd op leningen en de bank zal alleen investeren in halal sectoren. Dat wil zeggen geen alcohol, tabak en casino's. Volgens de inleider Jim Rassam, project director Trustbank Amana, is het streven om de eerste islamitische bank te worden van Latijns-Amerika. Als ik kijk naar het stukje geschiedenis Nederland. Nederland heeft in, en het was nog niet eens Nederland, het waren de 7 provincies, toch? Die waren in de midst of de 80-jarige oorlog met Spanje, toch? Hebben ze gezegd, hey guys, we moeten iets anders, toch? Want kijk, die Spanjaarden, die chappen al onze toeleveringswegen en al onze handelsroutes, chappen ze af. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben in 1602 een VOC opgericht. Natuurlijk zijn er wat zwarte bladzijden, maar ach, kijk naar de tool, kijk niet naar hoe het gebruikt is. Yes, just like a knife. Ja, het wordt gemaakt om vlees te snijden. Tramma gebruikt het goed. Tramma met die, toch? Hoor. Maar daar heb ik naar gekeken. En wat heeft VOC gedaan? VOC heeft ook als eerste geïnnoveerd en eerste innovate stock exchange in de wereld opgezet. Ja, dat heet nu de AIX, dacht ik. En daar hebben ze geïnnoveerd met financiële instrumenten. En that brought the boost. En dat moeten we ook in Suriname. Ja, want wij hebben hier ook een gouden tijd gehad, hoewel weliswaar kort, met onze plantage-economie. Maar waar lag ons financieel hart? Waar? In Amsterdam. Aan elkaar. Jim Rassam, project director Trustbank Amana. Hij was de inleider gisteren bij de lezing van de Vereniging van Economisten in Suriname over het islamitisch bankieren.